wel mooi zijn, dat koffie. Ja, maar dat gaan we nu zien. Kijk, kijk, dat gaat mooi zijn. Zie je wat? Zie je wat? Als er was. Dat is niet goed. Ja, het landen van de stad. Oh! Ik wil staan. Hier is een vrouw vertel. Oké. Het is hier een belangrijk moment, hè? Want wij willen met Koester je kern, bloemen, insecten, mooie groene planten. En jullie gingen ons daarbij helpen. Ja? Ook al is het min 1, we zien dat zitten. Ja. Ja? Ja. Ja. En de rit aan het werk. Je mag dat zo open doen. Ja. En er mag iemand aarde in die zwarte potten doen. Ja, dat doe. Ja? Oké, eerst de aarde. Ja, eerst de en dan aarde. Ga ik al een paar zakjes geven. Ja. 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 Ja, deze bloembolactie samen met Zonnestraal is voor ons, voor Koester je Kern, heel belangrijk. Waarom? Wij willen samen met zoveel mogelijk burgers de kern van Lennek gaan vergroenen. En vandaar dat samen met de burgers van Zonnestraal zo'n actie echt wel een symbolische start is. Zij geven het voorbeeld en we hopen dat heel veel van de Lennekenaren hun voorbeeld gaan volgen. Het goede is ook dat we dat samen kunnen doen met partners zoals Zonnestraal, maar ook de gemeente Lennek. Dus vanuit Koester je Kern zijn we echt wel blij. En gelukkig eigenlijk dat we goede partners hebben en dat we samen kunnen streven naar een groenere kern in Lennek. En volgend jaar zouden we al moeten het resultaat kunnen zien. Ik denk dat de vergroening van Lennek met het project Koester je Kern een zeer mooi voorbeeld is waar wij als voorziening voor personen met een beperking aan kunnen meehelpen, omdat het een inclusieproject is. En u ziet vandaag, we hebben trouwens een zeer mooi tuinproject ook, waar mensen binnen de dagbesteding ook elke dag met dieren en fauna en flora bezig zijn. En u ziet ze vandaag meehelpen het planten van de voorjaarsbloemen. Ik hoop dat met deze start van dit project Koester je Kern Lennek een nieuwe opwaardering krijgt qua groenbeleving. En daar willen wij als Zonnestraal zeker aan meewerken. Ja, we zijn als gemeente heel blij dat vier geëngageerde burgers samen met Zonnestraal nadenken over de vergroening van de kern van Lennek. We hebben toch wel heel wat verharde ruimte hier in Sint-Quintus-Lennek en elke vierkante meter groen die erbij komt is goed. Ook in het kader van de klimaatopwarming weten we dat hoe meer ruimte we geven aan groene natuur, hoe beter we de effecten van hittegolven kunnen temperen. Dus wij kijken uit naar de komende jaren. Blij? Ja. Ja, bravo!